In oktober 2020 werd gestart met de herinrichting van de Bentinkstraat, Van Raasveldstraat, Van Redenstraat en de Middagterstraat in Lichtenvoorde. Ook het remisepark werd aangepakt. De buurt moest vooral vergroend worden. En daarbij speelde klimaatadaptatie een grote rol, om op die manier het welzijn in de buurt te vergroten. Nou, in feite totale herinrichting, waarbij we in het verleden vaak allemaal nieuw materiaal kozen. Nou, nu hebben we daar kritisch naar gekeken, hè, in het kader van duurzaamheid en klimaat. We hebben bijvoorbeeld de trottoirtegels hergebruikt. Waar we ook naar gekeken hebben, is of we wel alle verharding nog nodig hebben. Hè. Zo is onder meer aan de Bentinkstraat nog maar aan één kant een trottoir. De andere kant is groen geworden. Die groene strook zorgt naast een besparing in grondstoffen voor natuurbeleving. En zorgt ervoor dat regenwater makkelijker kan infiltreren in de grond. Water speelde sowieso een belangrijke rol bij de herinrichting. Het wordt lokaal opgevangen in waterbuffers onder de bestrating. Zo wordt het grondwater aangevuld. Via het remisepark en uiteindelijk de Vlierbeek wordt het overschot afgevoerd. Die waterbuffers onder de bestrating zijn ook nog eens op een duurzame manier aangelegd. In dit geval hebben we een waterbergende fundering gebruikt. Dat is op zich niet iets nieuws. Alleen in dit geval hebben we eigenlijk een menggranulaat uit de omgeving gebruikt. Van een verzorgingstehuis wat afgebroken werd. En dat menggranulaat hebben we gebruikt voor de waterberging. Dus we hebben geen nieuwe natuurgesteente gebruikt. Maar iets wat je in de omgeving terug kunt vinden. Een vraag vanuit de buurt, voorafgaand aan de herinrichting, was om de bomen in de Middagterstraat te kappen. Maar om hittestress tegen te gaan, was dat volgens experts geen goed idee. Uiteindelijk hebben we daar middels een informatieavond, dat gebeurde toen middels livestreams, hè. We waren in coronatijd, hebben mensen proberen mee te nemen wat de waarden van bomen zijn, wat ze doen in beleving. Maar wat ze ook doen qua gezondheid, maar ook qua klimaat. Nou, wat is dan mooi om te zien dat uiteindelijk mensen toch gekozen hebben voor behoud van de bomen. Sowieso was er enorm veel inspraak vanuit de buurt. Corona maakte toch dat we het anders moesten doen. Nou, ontzettend goed wat ons betreft gelopen middels livestreams. Nou, per straat hebben we een ontwerpavond gehad met de buurt. Nou, dat is ontzettend fijn om te doen. Je hebt toch de knelpunten of de problemen waar mensen ervaren in de straat. En je hebt een wat kleinere groep, dus je hebt wat meer interactie. En dat is ontzettend mooi tot uiting gekomen. Biodiversiteit is in het hele project belangrijk. Omdat meer groen en ontstenen veel voordelen heeft, zoals minder opwarming in de wijk. Eyecatcher daarbij is het remisepark. In speciale ontwerpavonden is het ontwerp samen met de buurtbewoners gemaakt. En daar zijn de eerste lijnen gezet waarin we gekeken hebben van wat moet het park dan bieden voor klimaat, voor water, voor biodiversiteit, maar ook voor mensen en cultuurhistorie. Daar zijn we ook al op uitgekomen dat het remisepark moet heten vanwege de trambaan die er ooit gelopen heeft. Dus we hebben ook een soort knipoog naar het verleden gemaakt door van hergebruikte stoepbanden weer een trambaantje erin te leggen, of in ieder geval een referentie daarna. Dus met het burgerontwerpteam hebben we intensief samengewerkt. Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest waarin iedereen zijn inbreng kon geven. En dat heeft geresulteerd in een ontwerp waar de buurt ook achter staat. En ik zie dat er ruimte is voor biodiversiteit, er is ruimte voor klimaatadaptatie. Alle bomen die er stonden zijn gehandhaafd. Iedere boom doet meer dan 10 airco's, dus het wordt een soort koelteplek in de wijk. Daar ben ik echt wel heel fier op. Een belangrijk onderdeel van het remisepark is de pluktuin. Dit zorgt voor optimale natuurbeleving. De tuin is samen met de buurt aangeplant. En om dat bewustwording bij de mensen te kunnen vormen eigenlijk, proberen wij het voor elkaar te krijgen dat de mensen interactie aangaan met de buitenruimte, zodat ze eigenaarschap voelen. En de pluktuin is daar een onderdeel van. De buurt en de gemeente zijn blij met het resultaat. Ja, zeker. Mooi om te zien. Eigenlijk al ook weer bijzonder dat we dit al de standaard vinden. En we hebben de afgelopen periode dus ook enthousiaste mensen gezien uit de vakgebieden. Die hebben hier rondgeleid. En die staan toch wel verbaasd wat we hier gemaakt hebben. Dus ja, we mogen daar best ook wel trots zijn.